Oké. De videoanalist.nl, voetbalinbreda.nl. Ja, we staan hier met de winnende coach. Je ziet het aan zijn slinger, Martijn van Walrooy. Gefeliciteerd. Dankjewel, Mika. Hij heeft het toch al 3 jaar achter elkaar gepresteerd, als ik het goed zeg, om in een eindfase voor de prijzen te spelen. En ja, hij heeft een 5e klasse heeft hij hem gepakt naar de 4e. Vorig jaar mislukte het, nu heeft hij hem weer gepakt. Gefeliciteerd. De jongens hebben hem gepakt. Ja, jullie hebben hem gepakt inderdaad, maar jij bent toch wel de initiator van dit geheel. Hey, even over de wedstrijd. Jullie beginnen 4 minuten, 0-2 achter. Ik neem aan dat jij de jongens op scherp hebt gezet. Niet gelukt. Nee. Vertel. Ja, vertel. Ik denk dat dat het verschil is tussen waar we het vaak over hebben gehad. De jongetjes tegen de mannen. En, een stukje ervaring, belevenis. Je zou zeggen, 3e jaar prijfinale na competitie. Dan moet je het inmiddels wel gewend zijn om dit soort wedstrijden te spelen. Maar het werd nooit. En, we wisten dat TFC echt heel scherp zou beginnen. Dat ze ons onder druk zouden proberen te zetten. Ja, en als je dan binnen een minuut 1-0 achterkomt. En TVC, ja, we zijn 5 minuten van de leg af en maken gelijk de 2-0. Waarvan ik vind dat hij eigenlijk nooit goedgekeurd had mogen worden. Lange speler geblesseerd, hè? Lange speler geblesseerd in het doelgebied. Precies in de baan van het schot. Ja, die 0-2 had nooit mogen vallen. Nee. En vanuit een dood spelmoment schot Bayram Afsi de bal stijf in de kruising vanaf 20. Prachtige goal. Fantastische goal. Ja, en dan krijg je toch die 1-3 ook weer tegen door niet scherp te zijn. Zij krijgen een vrije trap. De kleinste man van het veld die kopt hem binnen. En hoe gebeurt dat? Wij lopen van de vrije trap weg met de rug naar de bal toe. Mm-hmm. En je moet opengedraaid staan met je gezicht naar de bal. Dat heb ik in de rust ook duidelijk gezegd. Want dat zijn momenten waarin dit soort wedstrijden beslist worden. Een heel duur moment, bijna. Ja. Ik heb gehoord dat je in de rust boos bent geworden. Kun je daar wat over zeggen? Nou, boos meer met teleurstelling uitgesproken. We zijn er de hele week mee bezig. We zijn er al weken mee bezig. 6 weken geleden na de verloren wedstrijd tegen Barça had niemand verwacht dat wij überhaupt nog een periode zouden pakken. De uitslagen had zoiets van, nou ja goed, weet je, het kan nog steeds. Vervolgens spelen we thuis gelijk tegen RSV. Toen hadden we weer zoiets van, ja, dat gaat nooit meer gebeuren. En de uitslagen waren weer gunstig, waardoor je uit Boeimeer moet winnen. Om een periode te pakken. En dan sta je ook 1-0 achter en je wint er met 2-1. En we moeten van zo ver komen. En dan geven we het zo in de eerste 10 minuten op zo'n manier weg. Dat is voor mij onbegrijpelijk. En voor de jongens zelf ook. Maar feit was wel, het stond 1-3 met de rust. Maar eigenlijk stonden we maar 1-0 achter. Hè? Als je kijkt naar de wedstrijd van vorige week, maar 1-0 achter. Mentale frisheid, hardheid. We weten dat we kansen krijgen. We weten dat we Bayram en Abdul Afsi hebben. Dus ja, dan moet je ook vertrouwen hebben op eigen kunnen. Had ik er vertrouwen in met de rust? Eerlijk antwoord, nee. Ik denk dat je niet de enige was die er geen vertrouwen in had. Nee. Maar in ieder geval, keihard teruggevochten. Ja. 3 goals gemaakt binnen een tijdsbestek van, ik geloof, 30 minuten. Ja. Waarmee je TFC Breda echt helemaal knock-out sloeg. Ja. Ja. Blij, neem ik aan. Hè? Ja, natuurlijk fantastisch hoe die jongens het opgepakt hebben. Mentaal ook het opgepakt hebben. Moet niet vergeten, die jongens gemiddeld 21 jaar oud. Ik kan me nog goed herinneren, waar 2 jaar geleden stonden wij daar op het kunstgrasveld. En dan vroeg je aan mij, hebben jullie wat in de 4e klasse te zoeken? Mm-hmm. Zijn jullie niet te jong voor de 4e klasse? En toen heb ik gezegd, of te onervaren vroeg jij. En toen heb ik gezegd, ja, wat is onervaren? Die jongens hebben allemaal een promotie en een degradatie meegemaakt. Dus wat is onervaren? En uiteindelijk hebben we het laten zien, als je 2 jaar bij de finale na competitie haalt. Vorig jaar bijna, en nu haal je het. Ja, dan maakt de leeftijd uiteindelijk niet uit. Mentale frisheid, daar gaat het om. Nu staan er honderden mensen ook uit de Haagse Beemden die voor WDS komen kijken, die voor jou komen kijken, die voor de spelers komen kijken. Ik moet eerlijk zijn, zonder de Afsi's hadden jullie dit niet kunnen bereiken. De Afsi's gaan naar België, hoe nu verder? Nou kijk, ik vind wel, en dat heb ik al eerder gezegd, ik vind wel dat het verhaal VV Afsi te veel opgeplopt wordt. Die jongens die zijn ontzettend belangrijk. Als ze 53 van de 60 goals maken bij wijze van, worden ze dan te opgehemeld? Nee. Je vergeet dat buiten de Afsi staan er nog 9 jongens achter. En wij krijgen op vandaag na, in de afgelopen 6 wedstrijden, hebben we 3 of 4 goals tegengekregen. Verdedigend staat het stabiel. Vorige week misten we beide backs. Een wisselback misten we. We stonden met een jongen die vorig jaar, of in de winterstop nog in het 7e stond. En met een jongen die eigenlijk het hele seizoen in het 2e stond. En dan winnen we ook met 1-0. Dan houden we ook de 0. Verdedigend staat het ook goed. En daarachter, achter de Afsi's heb je een solide middenveld met Ingmar van Brugge en Martijn van Molen. Die jongens hoeven verdedigend opzicht hoeven ze ook weinig mee terug. Klopt. Ze krijgen ook alle ruimte bij ons om in de avond het opzicht belangrijk te zijn. Om jouw betoog heel even te onderbreken. Natuurlijk cijferen die jongens zich weg en doen ze het echt geweldig voor WDS. Ja, alleen, maar we gaan ze missen. Ja, ik wil net zeggen, want zij maken elke keer een wedstrijd koud. Absoluut. Ze beslissen hem dus. Absoluut. Maar daar komen spelers voor terug. Laten we het even snel over hebben nog. We hebben nog heel even zendtijd, zie ik.
Greia Zimmerman. Ja. Iemand die, die het gemis van de afsies moet doen vergeten. Nou, Greia, kijk, gemiddelde leeftijd is 21. We missen ervaring. En dan merk je nu in de eerste 10 minuten mis je dat ook. Iemand die toch langer een balletje voor hem vasthoudt. Dat je sneller aan kunt sluiten. Greia vrijdag meegetraind. En die man is voetballen niet verleerd. Nee. Eén nadeel, hij begint met een schorsing aan het seizoen. Nou, bij Barca zaterdag opgelopen. Ja, dat is een nadeel. Maar Greia die brengt een bepaalde ervaring met zich mee. Daarnaast Kevin Keenen van Baronie. En we zijn met nog één speler bezig. Maar dat kan vanavond misschien nog rondkomen voor de kijkers thuis. Kijk op voetbalinbreda.nl. Ja. Het overzicht van de overschrijving. Heb ik nog een slotvraag. Want het is wel symbolisch om hem nu te stellen. Net zoals een paar jaar geleden. Zijn jullie niet te onervaren voor de derde klasse? Daarom, ik had deze vraag verwacht. Daarom halen we nu spelers die ervaring hebben. Okay. Met Kevin Keenen, die twee hebben Baronie in het eerste heeft gespeeld. Vorig jaar hebben Tijden in de derde klasse. Als Greia, daar hoef je niks aan toe te voegen. Lemmy heeft de afgelopen twee jaar in de derde klasse gespeeld. We zijn jong. En die jongens kunnen nog steeds groeien. Als je jong bent, dan kun je nog leren, kun je nog vooruit gaan boeken. En ik ga ervan uit dat we komend seizoen ook weer gaan. Dus het antwoord is nee, niet onervaren. Niet onervaren. Gefeliciteerd, dan maak ik er nog een feest van. Komt goed.